is het mooiste doelpunt ooit gemaakt op een WK? Via de FIFA Facebookpagina van het WK kan tot en met zondag gestemd worden op al die mooie goals. Frank de Boer die stond letterlijk aan de basis van misschien wel één van de mooiste goals ooit gemaakt op een WK. In 98 was dat. Natuurlijk over het doelpunt van Dennis Bergkamp tegen Argentinië. En Jack van Gelder met zijn commentaar ja, is al bijna net zo legendarisch als de goal zelf. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos af! En hij schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden! Dennis Bergkamp! 2! Luister, het gaat om de goal. Laten we daar gewoon geen misverstand over laten bestaan. Maar als er een verkiezing zou worden gehouden voor het beste commentaar bij een goal... Jack, heb jij hem bij deze gewonnen. Ja. Maar dan de goal, Frank. De voetballiefhebbers kennen hem nog op het netvlies. Weten het precies. En ja, ik zie dat je die bal geeft aan Dennis Bergkamp. Maar toch, hoeveel geluk zat daarbij? Hoeveel gedachten zat daarbij? Natuurlijk zit er een bepaalde dosis geluk bij, omdat die afstand natuurlijk hartstikke groot is. Daarnaast heb ik natuurlijk wel de kwaliteit om een goede paas te geven. Want het is niet de eerste keer dat ik een paas geef op Dennis. Want nee. In de Ajax-tijd heb ik heel veel van dat soort paas. Ook kortere afstanden natuurlijk, maar ook heel vaak met zijn loopactie. Kijk, op een gegeven moment weet een speler... de kwaliteiten van elkaar. Of weten ze de kwaliteiten van elkaar. En ze wisten dat ik altijd degene die graag paas gaf. Of op Brian Roy in die tijd. Of op Mark Overmars. Maar ook zeker op Jari Liedman. En natuurlijk daarvoor met Dennis Bergkamp. En ja, als ik de ballen heb en ik kijk en hij maakt een beweging. Dan weet ik, oké, hij komt even naar me toe. En dan gaat hij de vrije ruimte. Voor actie, weg. Ja, en dan hoop je natuurlijk dat hij... in de buurt komt. En als je natuurlijk een goede trap hebt, de kans dat het lukt is natuurlijk veel groter. Maar nogmaals, het was iets van 50 meter of zo. Dus er komt zeker een dosis geluk. En daarnaast natuurlijk, de volgende stap is natuurlijk dat hij natuurlijk Dennis Bergkamp die bal kan aannemen zoals alleen vaak Dennis Bergkamp dat heeft gedaan. En ja, dan maakt hij fantastisch af en dan komt alles bij elkaar. Ja, de FIFA wat ze heel mooi doen is dat ze iedere keer twee goals tegenover elkaar zetten en dan mag je erop stemmen. En deze goal is weer een ronde verder gekomen, want die heeft gewonnen van de goal van Maradona tegen België. 86. Oh, ja. België kan ik begrijpen. Tegen België, ja, tegen België. Niet tegen... Niet... Nee, dat snap ik. Nee, niet. Nee. En jij bedoel, dat orgasme van jou bij deze goal was natuurlijk... Nou ja, het komt omdat je natuurlijk in de spanning van de wedstrijd zit, maar omdat ik ook zeg, ik heb zo'n gevoel dat we in halve finale gaan komen en dan komt die bal. Ja. Dus je zit jezelf al een beetje op te fokken en een beetje te hopen op iets waarvan je niet weet of het lukt. En dan gaat die gek zo'n paas geven. En Bergkamp maakt hem dus fabelachtig af. Maar het was inderdaad licht orgastisch. Tien keer Dennis Berg. Voor jou, als jij dat nu zo terugkijkt, is dat nog steeds iets dat je dan een beetje kriebels in je buik krijgt? Of is het van, ja, dat heb ik gedaan ooit? Vooral met Jackson commentaar krijg je altijd. Dat gaat automatisch, volgens mij krijg je dan kippenvel. Ja, uiteindelijk, in topsport draait het om wat je ermee wint natuurlijk. En uiteindelijk heb ik niks gewonnen. Dus, maar hij had de wedstrijd ook veranderd. Zo'n doelpunt. Kijk eens, qua toernooi was dit voor ons, onze generatie, was dit het mooiste toernooi wat je kon meemaken. We waren echt uiteindelijk een van de favorieten. Alleen beseften wij dat denk ik niet goed genoeg. Nee, dat denk maar ik voor de rest was het een schitterend toernooi. Maar... En we praten er nog steeds over. Dus dat betekent wel dat we iets goeds hebben gedaan. Ja.